Wist je dat Nederland de eerste republiek was die werd gesticht in de vroegmoderne tijd? En dat gebeurde tijdens de opstand, oftewel de 80-jarige oorlog. Alleen, hoe gebeurde dit nu precies? Daar gaan we het vandaag over hebben. Hey, welkom op dit kanaal. Nou, als je nu van geschiedenis houdt, vergeet dan niet te abonneren, want dan blijf je op de hoogte van allerlei video's die ik maak over geschiedenis. Nederland bestond in de middeleeuwen nog niet. Men refereerde naar Nederland als de Lage Landen, maar met de Lage Landen werd ook bedoeld wat nu België is, Luxemburg en zelfs Noord-Frankrijk. Als we gaan kijken naar de Lage Landen, dan moeten we even kijken naar het gebied van Vlaanderen. Vlaanderen, dat leg hier. Nou, daar was de grond heel vruchtbaar en een gevolg was dat boeren voedsel over hadden. En wat gebeurt er als men voedsel over heeft? Men heeft ook tijd voor andere dingen, omdat er genoeg voedsel is. Niet iedereen hoeft meer zelfvoorzienend te zijn. Niet iedereen hoeft meer autarkisch te zijn, zoals je dat ziet hè, tijdens die middeleeuwen. Nu had men tijd in Vlaanderen dan voor andere dingen. Men had in Vlaanderen veel schapen en met dat wol creëerden ze een stof dat heette laken. Die stof heet laken. Je moet dat niet verwarren met het woord de lakens van je bed of zo. De stof heette laken en dat, je ziet hier een plaatje van. En dat was een hele hoge kwaliteit, prijzige stof ook om onder andere kleding van te fabriceren. Nou, nu was het zelfs zo dat in de 11e eeuw steden als Brugge en Gent echt de centra werden van waar die lakenstof werd gemaakt. Ieper ook, hè? Daar heb je onder andere de lakenhal. Daardoor werden steden als Brugge, maar ook Gent, werden echte handelssteden. En die steden gingen later in een verbond genaamd de Hanzesteden. Nou, dan had je ook nog het proces van het bouwen van een staat. En dat wordt onder andere uitgevoerd door Philips II van Frankrijk. Hij wilde echt van Frankrijk een machtige staat bouwen. Dit leidde uiteindelijk tot een 100-jarige oorlog, zoals je kunt zien. Die oorlog duurde langer dan 100 jaar. Nou, in de tussentijd veroverde de hertog van Bourgondië grote delen van de Lage Landen. Echter, de Bourgondiërs slaagden er niet in om een staat op te bouwen. En dat verklaart waarom Frankrijk nu een staat is en Bourgondië niet. Het is een regio in de staat Frankrijk. En met het woord Bourgondisch wordt, althans in het zuiden van Nederland, ook mensen aangeduid die er niet voor schromen om gewoon uitbundig te eten. Op een gegeven moment had de Bourgondische heerser maar één dochter. En die dochter die trouwde met een Oostenrijkse prins. En zo kwamen de Bourgondische Lage Landen in handen van de Habsburgers. En de Habsburgers was een machtige familie die uiteindelijk grote delen van Europa onder controle zou krijgen. De Habsburgers zouden vorsten leveren voor landen als Hongarije, Spanje en Portugal. Een belangrijke factor die we niet moeten vergeten is de kracht en de macht van de steden. In de zuidelijke Nederlanden had je steden als Brugge en Gent en Brussel die echte handelscentra werden. En in de noordelijke Nederlanden had je steden als Deventer, Zutphen en Zwolle die erg belangrijk werden. En de mensen die daar rijk werden in de handel werden ook wel eens de burgerij genoemd, de bourgeoisie. Deze mensen vormden daarmee een concurrentie voor de edelen die veel macht ontleenden aan het platteland. In 1515 zou Karel V de Nederlanden erven. Met uitzondering van het bisdom van Luik. Het Habsburgse Rijk onder leiding van Karel V was een gigantisch rijk met gebieden over heel Europa. En niet alleen dat, het had ook veel overzeese gebieden. En daarom werd ook wel eens gezegd dat in het Rijk van Karel V de zon nooit onderging. Karel V wilde meer controle over de Lage Landen. En hoe wilde hij dat bewerkstelligen? Nou, door een proces van centralisatie te starten. Zijn voorganger, Philips de Goede, had dat al gedaan door eenzelfde munteenheid in te voeren in het hele gebied. Mensen konden dus met dezelfde munt overal betalen. Een soort euro, om het zo maar even te zeggen. Nou, Karel V had een plan voor belastingen. Overal in de provincies, in de
gewesten zou men belasting moeten betalen voor producten als wijn, bier en ook stoflaken. Nou was het zo dat de gewesten zelf die belasting inden. En dat geld ging niet naar Karel V. Nee, die gewesten werden, doordat zij zelf die belasting inden, veel machtiger en rijker. Dus het plan van Karel V om door middel van belastingen meer controle te krijgen over de lage landen, faalde. En dat was niet het enige probleem waar Karel V mee te kampen had. Inmiddels was de reformatie begonnen. Dat begon in die Duitse staten, hè, nadat Maarten Luther, de Duitse monnik, zijn 95 stellingen op de deur van een kerk in Wittenberg had getimmerd. Vanaf dat moment kreeg je dus katholieken en protestanten. Nou, Karel V wilde dus controle hebben over de lage landen. En dat bereik je het best als iedereen hetzelfde geloof aanhangt. Maar dat gebeurde dus niet, want steeds meer mensen werden protestant. Nou, Karel V liet die protestanten vervolgen. Zijn zoon, Philips II, die trouwens niet verward moet worden met de eerder genoemde Philips II van Frankrijk. Dit was een Spaanse Philips II. Die zette die vervolgingen voort. Vele mensen werden op de brandstapel gezet. Nou, in 1566... dienden Nederlandse edellieden het smeekschrift der edelen in. En ze smeekten koning Philips II om deze gruwelijke vervolgingen te stoppen. Nou, Philips II die vertrok naar Spanje en liet iemand achter, een regent, om namens hem te regeren. En die regent, ja, die stopte de vervolgingen. Maar dit was het hek van de dam. Want daardoor gingen die protestanten hun geloof overal verkondigen. Dit werd ook wel eens de Hagepreken genoemd. In die zomer van 1566 escaleerde de situatie. De protestanten vonden niet dat je beelden van heiligen moest vereren. Katholieke kerken stonden vol met deze beelden. Dus de protestanten bestormden de katholieke kerken, haalden de beelden naar beneden en sloeg deze beelden aan gruzelementen. Dit wordt ook wel eens de beeldenstorm genoemd. Philips II was woedend en hij stuurde de hertog Alva, ook al bekend als IJzeren Alva, naar de Nederlanden om de orde te herstellen. Veel mensen stierven wederom op de brandstapel en nog meer mensen sloegen op de vlucht. En een van deze vluchtelingen, dat was de edelman Willem van Oranje. Die vluchtte naar de Duitse staten, naar dit gebied. Echter, hij keerde terug met een leger in het jaar 1500. 68. En daarmee was de opstand, ook al bekend als de 80-jarige oorlog, begonnen. De militaire campagne van Willem van Oranje had aanvankelijk niet veel succes, maar Willem van Oranje stond er niet alleen voor. Vanuit de zee kwamen zijn aanhangers, genaamd de Watergeuzen, terug naar de Lage Landen en zij veroverden vele Nederlandse kuststeden op de Spanjaarden. En zo sloten meer en meer steden in de Lage Landen zich aan bij de opstand. Hertog Alva bleef zijn troepen erop uitsturen om deze Nederlandse opstandelingen neer te slaan. Echter, steeds meer steden sloot zich aan bij de opstand. Nou, onder de protestantse opstandelingen waren er verschillende visies over het geloof. De ware protestanten, specifiek de Calvinisten, die vonden dat iedereen het nieuwe geloof moest aanhangen. Willem van Oranje die was veel gematigder. Die vond dat er geloofsvrijheid moest zijn. En daar had hij alle redenen voor, want hij wilde zoveel mogelijk aanhangers in zijn opstand tegen de Spanjaarden. Spanje had zelf ook problemen. Spanje had namelijk geld tekort. Het belastingssysteem dat Karel V probeerde in te voeren was mislukt. En Spanje voerde niet alleen oorlogen tegen de Lage Landen, maar ook tegen Turkije en Frankrijk. En een oorlog voeren kost veel geld, dus begin er alsjeblieft nooit aan. Toen in het jaar 1576 Spaanse troepen niet betaald kregen, begonnen zij te muiten in Antwerpen. En heel Antwerpen werd door de Spaanse troepen geplunderd en talloze burgers werden op gruwelijke wijze vermoord. Dit toont maar weer eens aan dat die opstand ook veel leed veroorzaakte bij normale burgers. In hetzelfde jaar werd de pacificatie van Gent getekend. Hierbij verenigden de gewesten van de Lage Landen zich tegen de Spaanse agressie. Ze wilden die Spaanse muiters uit het land krijgen. Nou was het zo dat er bij die gewesten ook veel katholieken zaten die daarmee aan de kant van de opstand kwamen te staan. Nu was het zo dat Holland en Zeeland
protestants zouden worden en de rest van de Lage Landen zou katholiek blijven. Echter, die strenggelovige protestanten, die Calvinisten, grepen ook de macht in steden die volgens het verdrag katholiek zouden blijven. Dus daarom sloten veel katholieken zich alsnog aan bij de Spaanse koning Philips II. Het zuidelijke gedeelte van de Nederlanden kwam daardoor weer snel onder controle van de Spanjaarden. In 1579 sloten de noordelijke gewesten de Unie van Utrecht, waarbij ze zich verenigden tegen de Spanjaarden. Philips II verklaarde Willem van Oranje vogelvrij. Dat betekende dat iedereen hem mocht vermoorden. En als een reactie daarop, in 1581... kwam het plakkaat der verlatingen tot stand. De opstandige provincies verklaarden Philips II niet meer als hun rechtmatige vorst. Dat wil niet zeggen dat Nederland gelijk een republiek werd. Ze gingen eerst op zoek naar een andere vorst. Inmiddels, in 1584, werd Willem van Oranje vermoord door de katholieke Fransman Balthasar Gerard. De Nederlandse opstandelingen probeerden een vorst te krijgen uit Frankrijk en uit Engeland, maar dit mislukte. En in 1588 werd de Nederlandse Republiek, de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, opgericht. Nederland was hiermee de eerste republiek in de vroegmoderne geschiedenis. Dank voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Check ook even mijn Engelse kanaal voor gave video's. En tot de volgende keer.